met voorbedachte raden. Een politioneel hoorspel in 4 delen naar het gelijknamige boek van Lawrence Henderson. De bewerking is van Rob Gerards. Het werken van Griffin, dat zal zo vaart niet lopen. Waarschijnlijk verdient hij wat bij hem als aanbrengen. Is toch interessant wat je me vertelt, Arthur. Ik kan hem wel eens op de korrel nemen. Ja, doe dat. Ja. Ah, telefoon van bureau. Met Milton? Met Paulson, brigadier. Ik ben een Ierling. Dat heb ik gehoord. Succes gehad. En hoe? Daar lag een hele voorraad van dat spul. Allerlei soorten. We hebben 8 graven moeten onderzoeken voor we beet hadden. We moesten natuurlijk erg voorzichtig te werk gaan. Het is een sluwe kerel. Alles zat in een luchtdichte doos, verpakt in een plastic zak. En die was dichtgeplakt met plakband. De doos lag vlak voor de staande grafsteen. Die is wat achterover gezakt, zodat er een gleuf was waar de doos precies in paste. En wat heb je ermee gedaan? Nou, het spul zat in kleine plastic doosjes. Die heb ik bij het lab afgegeven voor onderzoek. De grote doos en het omhulsel worden hier op het bureau op vingerafdrukken onderzocht. Er is nu dus niks meer in het graf? Nee, het was maar 1 doos. Ik heb meneer Davies al gebeld. Ik dacht dat hij het meteen moest weten. Ik bedoel, als die vent terugkomt, heeft hij de zaak natuurlijk meteen door en dan zien we misschien nooit meer terug. Wat zei meneer Davies? Dat ik me tot u moest wenden. Huh. Ja, juist, ja. Ja, in orde, Parson. Ik kom meteen naar je toe. Zeg maar tegen de wijkinspecteur daar dat ik een aantal ben. Wacht bij het station voor de ondergronds op me. En informeer intussen of er begraafplaats is naar dat graf. Ze zullen daar wel een register hebben. Jawel, brigadier. Zeg, Newcom. Ja, wacht even. Ik kan de zak wel even... Oh, je bent in gesprek. Dan komt het wel goed. Hè? Met Milton? Met Davis? Heeft Porsche nog gebeld? Ik leg net de horen neer. Ik sta op het punt naar hem toe te gaan. Goed. Zeg, luister eens, Arthur. Ik word hier nog wel enige tijd vastgehouden. Heb je me dringend nodig, dan kun je me hier bereiken. Maar ik wil in elk geval vanavond nog met je spreken. Ik heb antwoord van Griffin. Dat is vlug. Waar willen we u ontmoeten? In zijn flat. De afspraak is vanmorgen en ik wil weten hoe het met dat graf staat voor ik naar hem toe ga. Ja, meneer. Bent u vanavond op het bureau? Nou, ik wou vanavond graag eens een paar uur thuis zijn. Kom dus maar even bij me langs als je klaar bent. Jawel, meneer. Pinky, als je nou even goed nadenkt, dan schiet het je wat te binnen. Ik heb werkelijk niks voor u, meneer Newcomb. Niemand van de jongens kent die mooie meneer met zijn blonde haar. Er zit wel een nicht in Greenwich die de clubs afloopt. Die verheft haar telkens anders, maar die is er niet geweest. Die lag een tijdje ziek in zijn nest. Nou ja. Ik durf er mijn hand in vuur te steken dat het niet een van de jongens is geweest. Ja, er zijn er een paar die graag een smeris te grazen zouden nemen. Maar heb je ogen uit je kop schieten? Verdomme nee. En Griffin? Wat heeft Griffin ermee te maken? Hij kent die Tom's niet eens. Wat heeft Griffin de laatste tijd zo al gedaan? Ik zou het niet weten. Ik zie hem nooit. Hij hangt niet in de nachtclubs rond. Hij gokt nooit op de paarden. Niks van dat alles. Oh, een fijne vent dus. Ach, een vader zo bejakt, dat geef ik toe. Iedereen die voor hem werkt, die houdt zijn bek stevig dicht, zelfs als hij dronken is. Ach, er wordt veel gekletst onder de zware jongens. U weet wel, dat slacht het een hoop verbeelding. Ik heb een grote bek opzet over wat ze wel zouden doen met iemand die ze erbij lapte. Griffin die dreigt nooit. Hij doet het gewoon. Ach, dat staat me juist om je dan tegen. Hij hoeft eigenlijk niet woedend te maken, zichzelf op te wekken tot een soort razernij. Hij ziet er geen benen om iemand te verminken. Wie werken er voor hem? Ja, waarschijnlijk meer dan u en ik kunnen vermoeden. De leeglopers die zijn clubs rondhangen, die zou je stuk voor een paar pond kunnen krijgen. Maar als je een vakman nodig hebt, is dat ook geen probleem voor hem. Hij zal hem dan wel niet persoonlijk benaderen. Maar het resultaat is toch dat de vent voor hem aan het werk gaat. Ja, ja. Maar dat is natuurlijk onzin, meneer Newcomb. Griffin zit hier niet achter. Hij is er niet te goed voor. Ik dacht dat alles in staat. Maar snotneuzen kan hij niet gebruiken.
En u weet even goed als ik dat als hij iemand werkelijk te pakken wil nemen, dat hij dat grondig doet. Hij zou hem om zee brengen. Griffin heeft een hoop van het jonge spul op zijn feestjes rondlopen, niet? Grietjes? Ja, hij weet elke straatdel in te pikken. Het is een smeerlap, maar geen flikker. Hij zou die mooie jongen bij Johnny naar zoeken niet bij zich in huis halen. Maar Griffin kent hem anders wel. Ja, als u dat zegt, dan zal het wel zo zijn. Hij zoekt hem. Ja, als Griffin het werkelijk zoekt, dan zal die knaap toch wel een beetje in de rat zitten. En proberen ze veel mogelijk uit de buurt van Griffin te komen. Tenminste, als hij hersens in zijn kop hebt. Maar ik vond het nog een idioot dat die knul daar maar rondreed met een jachtgeweer onder zijn jassie. Tja, waarom zoekt Griffin hem? Is dat zo belangrijk? Dat kan van alles zijn, niet? Hij kan zijn mond voorbij gepraat hebben. Hij kan een godsschuld niet betaald hebben. Het is ook mogelijk dat hij een ongedekte cheque geïnt heeft in Griffin's speelzaal. Dat lijkt me nog het meest waarschijnlijke. En natuurlijk had Griffin de een of andere knul die hij nooit eerder in zijn leven gezien heeft zijn speelzaal binnen en neemt dan zomaar een cheque van hem aan. Dat is zeker gewoonte van hem, niet? Ik probeer u toch alleen maar te helpen. Je waarom nou al die komedie, Pinky? Iemand heeft zeker een slot op je mond gedaan. Ach, ik ben een oude man. En als je oud bent, dan genees je je boter niet meer zo vlug als wanneer je jong bent. Ik voel geen grijntje voor Griffin. Maar wat heb ik er aan dat voor de daken te schrijven en dan mijn ribben te laten intrappen door de een of andere krachtpatser? Huh? Wat voor zin heeft dat? U zoekt de man die Toms blind heeft gemaakt. Nou, dan zeg ik u, en dat kan u nou gerust van mij aannemen, dat was Griffin niet, maar die jonge knul. Ik begin zo langzamerhand te pak te krijgen van de mensen die ik met die vertellen dat ik al weet. Half Londen weet die Toms heeft neergeschoten. Die mooie jongen. Maar elke keer als ik een vraag stel over iemand anders, is het zwijgen geblazen. Nou vraag ik je het nog één keer, Pinky. Griffin heeft hier iets mee te maken. Hij zat achter die vent dan niet. En hang me nou niet weer dat verhaaltje op over de krachtpatsers. Want als hij zoveel macht heeft, dan is het jammer dat hij die rotjongen niet te pakken heeft gekregen. Nou, zit hij nog altijd achter een man? Dat weet ik niet. Ik wil wedden van niet. Hij laat de man ons over, hè? Dat komt hem verrekt goed uit, niet? Maar als ik iets wist, zou ik het toch vertellen, meneer Dukop, u kent me toch? Nou, dat is dan verdomd jammer dat je dat niet doet. Hoe lang werk jij al voor Griffin? Huh? Ik? Ja, jij. Ik zweer... Je liegt. Old Compton Street, Pinky. Je probeert me te bedonderen. Nee, echt niet. Geloof je me nou, dat had niks met Griffin te maken. Topper Martin, die had mij gevraagd... Die boekwinkel is van Griffin. Dat weet ik. Maar kijk eens, hoort u nou eens, meneer Joekom. Ik ben een oude man. Ik werk samen met die Topper Martin. Het is het oude spelletje. Goed. Ik zal nog even naar je luisteren voordat je meeneemt naar het bureau. Het had niks te maken met Griffin's schunnige boekjes. Topper had alleen iemand nodig om buiten te staan. Ja, u weet hoe dat gaat. Wachten op de mensen die voor de etalage gaan staan kijken. De etalage vol met van die seksfilmpjes. Kent ze wel, met die foto's op de kartonnen doosjes. Er zit verder niks bij. Je wacht gewoon tot de een of andere kerel daarna blijft staan kijken. Dan loop je naar hem toe en dan vraag je zo, of hij soms een privé-show wil zien, niet? Mag je hem vragen wat ik wil als ik maar niet beneden de £5 kom. Die dingen trouwens altijd op het jaf. Nou, dat moet je met hem maar eens allemaal haar fijn op het bureau vertellen. Wel, luistert u nou toch eens even. Het enige wat wij doen, dat is nou dat zaaltje boven de club van Topper brengen. Dan wordt er inderdaad een stukje film gedraaid. Maar ze gewoon een striptisch ding dat je overal voor 30 shilling kan kopen. Het is Topperzaakje. Griffin heeft het niet opgezet. Oplichterij dus. Doe nou, meneer Joekom. We maken alleen een paar keer als een centje lichter die niet beter verdienen. Ze gaan immers toch niet klagen bij de politie. Jij bent een rat, Pinky. Een gemene rat. Ja, neemt u dan nog een biertje van me, meneer Joekop. U kent me toch. U weet best dat ik niks te maken wil hebben met al dat taf. Maar toch ongezond. En wat Griffin doet met die jonge meisjes en zo. En dat daarna van die arme stumpers profiteren dat ze net dood bij neervallen. Nee, ik zal me nooit meer schoon voelen. Echt, ik heb niks anders gedaan dan stel ik de viespuiken naar binnen gepraat. Je moet een hoop geld verdiend hebben, Pinky. Ach, u zou het niet geloven, maar we halen soms een paar honderd pond per dag. Ja, ik krijg niet meer dat 10 shilling in de man, hoor. Ja, natuurlijk heb je een hoop snorders nodig en daarom had de Topper mij erbij. Je moet telkens een ander gezicht op de hoek hebben staan als die kerels weer naar buiten komen. Je kan nooit weten, niet? Maken ze boven nooit herrie als we merken dat ze bedonderd worden? Ja, dat durven de meesten niet. Ze slapen gewoon de deur uit. En bovendien is Barney altijd bij de hand.
Waarom nam je eigenlijk de benen toen meneer Milton je gisteravond zag staan? Je voelt je toch zo onschuldig? Ach, kijk eens, we hebben allemaal onze trots mee, Joekop. En als ik af en toe onder in een vullersbak moet gabbelen, dan wil ik niet dat iemand me ziet. Snap u? Nou goed, Pinky. Ik zal het hierbij laten. Ja, jij kan alleen maar een potje bij me breken. Maar hou jij je niks in je hoofd, hè? Ik, meneer Joekop? Hou jij je bij je eigen zaakjes, Pinky? En zet je oren en ogen wijd open. Ja, meneer Joekop. Ah, Arthur. Goed, Davies. Kom gauw binnen. Geef je jas maar hier. Nee. Hoe is het met je vrouw? Dank u, uitstekend. Je moet hem maar eens op een avond naar ons toe brengen. Het zal niet zo gezellig voor haar zijn als je elke avond weg bent. Mijn man is in de zitkamer. Zo, Arthur. Dag, meneer Davies. Ga zitten. Ik kom zo met de thee. Ik weet dat je druk bezig bent geweest. Heb je de uitslag van het laboratoriumonderzoek binnen? Ja, meneer. 700 tabletten. Merendeels amfetamine. Mm-hmm. Een paar kleine flesjes lysergielzuur. Dat spul dat ze LSD noemen. Mm. Kleine hoeveelheid cocaïne en wat heroïne. Luchtdicht afgesloten in de buisjes. Vrij oud, volgens de jongens van het lab. Zijn banksaldo waarschijnlijk. Is op sommige plaatsen meer waard aan geld en makkelijker te bewaren. Alsjeblieft, de thee. Ja, het spijt me dat ik geen sigaren in huis heb, Arthur. Oh, dat hindert niet, meneer, als ik een sigaret mag opsteken. Ga gerust de gang. Neem zelf maar suiker en melk. Ik geloof dat dat graf ons een eind verder kan brengen, meneer Davies. Het is een eigen graf en het is 14 jaar oud. Hmm. Van wie is het? Van een vrouw. Celine Bockhaus. Ze was 36 toen ze stierf. Ze was betrokken bij een auto-ongeluk op Brompton-Rood... en werd naar het Middlesex Hospital vervoerd. Mm-hmm. Ze stierf kort na aankomst. Ik heb afzicht van de overlijdensakte. Mooi. Ik ben al in het ziekenhuis geweest en heb hun archief nagekeken. En ik ben ook naar het plaatselijk politiebureau gegaan... om het ongevallenregister in te zien. Ze reed met haar man naar huis naar een feestje. Ze raakte frontaal een botsing met een andere wagen. Blijkbaar zat haar man aan de verkeerde kant van de weg en reed hij veel te snel. Hij werd nogal toegetakeld, maar kwam er verder goed af. Het is interessant af, hè? Want we schieten er geen steek meer op. Die arme vrouw is 14 jaar geleden begraven... en deze schoft gebruikt de graf om zijn rommel te bewaren. Waarschijnlijk heeft hij zich eerst van overtuigd dat het door niemand bezocht werd. Maar er is nog iets, meneer Davies. Die vrouw had een zoon. Thomas Derk. Wat? Hoe oud is die? Hij was 8 toen ze stierf. Dus is hij nu 22. Thomas? Tom? Brockhaus. Daar ligt de mogelijkheid achter. Het graf van zijn moeder gebruikte hem. Er ligt de mogelijkheid. Ja, misschien loopt het op niets uit, maar we moeten dat onderzoeken. Het is ons enig houvast. Hij zal wel terugkomen om zijn narcotica te halen. En dan wil jij hem opwachten? Geen slecht idee. Maar het zal niet makkelijk zijn. Nee, want hij komt vast niet overdag. Hij kan niet weten wat het meisje ons verteld heeft. En hij is ook van Griffin op de vlucht. Die zal hem overdag makkelijker te pakken krijgen. Maar wanneer komt hij s'nachts opdag? Dat zou wel eens lang kunnen duren. Weet je waar ik aan denk, Arthur? Hmm? Aan een berichtje in de krant... dat we die juffrouw Jenkins, alias Gloria Lamar, in voorlopige bewaring hadden... omdat we van mening zijn dat ze een belangrijke getuige is... bij enkele gerechtelijke onderzoeken van ernstige aard. Hij spelt de kranten natuurlijk. Als hij dat leest, is hij bang dat ze het doorslaan. Hij wil zijn kostbare goedje in veiligheid brengen... en we hebben hem misschien morgenavond al ter plaatse. Mm-hmm. Een uitstekend idee, meneer Davies. Ja, maar als hij morgenavond komt opdagen, wat dan? Ik heb hier een kaart van de begraafplaats. Ah, kom er maar even mee naar de grote tafel. Dan schenk ik intussen nog wat thee voor jullie in. Kijk, die hoofdingang kunnen we s'avonds wel vergeten. De hekken zijn dicht en die zijn 3 meter hoog met punten. Bovendien staan de lantaarns op de hoofdweg. Kijk, hier begint de eigenlijke begraafplaats. Achter het huis van de opzichter. En wat is dit? De kapel. Ongeveer 180 meter van de hoofdingang. Dit is struikgewas en lindenbomen.
Ze schermen de kapel af van de hoofdweg en ze staan verder nog langs deze muur die parallel loopt met de weg. Ervoor ligt een gazon met bloembedden. En dan komt de pad naar de kapel. Mm-hmm. Waar de muur ophoudt, ligt een sportveld. Ik geloof dat hij op dit punt de begraafplaats zal binnenkomen. De omheining om het sportveld is vrij laag, ongeveer een meter. Je kunt er makkelijk overheen komen. Mm-hmm. Ik heb het eens bekeken en ik krijg de indruk dat er al eens iemand gebruik van heeft gemaakt. Maar er is geen verlichting. En je kunt er geen auto neerzetten. Hoe stel je dat dan voor? Hier is het graf. Op ongeveer 20 meter er vandaan is dit vierkantje een keten om gereedschappen op te bergen. Geen bomen of struiken. Dus een uitstekende uitkijkpost. Akkoord. Maar waar haal je licht vandaan? Ik dacht dat u misschien wel eens kon gaan praten met uw vrienden van de centrale recherche. Huh? Ik heb gehoord dat ze een soort nachtkijker hebben van een onderzeeboot. Dat ding waar ze bordelen mee in het oog houden. Weet iedereen dan van het bestaan of wat? Nou ja, goed. Ik zal het in orde maken. Graag. Je kent de voorschrift, hè? Ik wil dat je gewapend bent. Ik denk niet dat hij een geweer bij zich heeft. In elk geval zorg jij dat je een vuurwapen hebt. En je gebruikt het ook als het nodig is. Als iemand een kogel door zijn lijf krijgt, dan die ander. Begrijp je, Walter? Ja, meneer. Drinken jullie nou eerst je thee maar eens op. Anders wordt het nog koud. Hoofdinspecteur Davis van de recherche. Ik was verwacht. U kunt binnenkomen. Meneer Griffin is in het salon. Griffin. Ik zal aan het weg gaan zitten, hè? Jij bent een man in bonus geworden, Griffin. Als ik zo rondkijk. En? Ja, voer de draad ermee. Even mijn mannen is neergeschoten door een van jouw vrienden. Praat geen onzin. We zijn hier met z'n tweeën, maak je dus maar geen zorgen. Wie maakt zich zorgen? Die vent weet heel wat van jou, Griffin. En is er met een van je meiden vandoor gegaan. Gloria Lamar, dat stond jou niet aan, hè? Wat wil je nou eigenlijk van mij, Davis? Zijn naam. Waarom vraag je dat niet aan die slet? Je hebt je jachthonden achter hem aangestuurd. Maar ik heb meer belang bij hem dan jij, Griffin. En ik zal hem te pakken krijgen. Dan hoef ik me dus niet druk te maken. Ofwel soms. Hoe heet hij? Je vertelt me nog niet dat er zoiets als eer bestaat onder jullie slag. Je begint met de kijker te hangen. Verdomme, Griffin! Je zou geen seconde aarzelen als het om ging die kerel met elkaar te trappen. Waarom zeg je met zijn naam dat... Ik vertel jou wat ik smiddags altijd verteld heb. Niks. Niemand is te groot, Griffin. Je bent ook bezig gehouden verder net als ik. Misschien wil je eerdaags van hier of daar terugtrekken. En dan zou je het waarschijnlijk op prijs stellen als je je met rust liet. Waarom val je niet voor mij op je knieën? He, waar ben je bang voor? Voor je pensioen? Gaan ze dat inhouden als je hem niet te pakken krijgt? Wat ben jij voor een rotvent? Hij heeft iemand neergeschoten, een fatsoenlijk mens. Dat kan hij elk ogenblik opnieuw doen. Tja, fatsoenlijk mens. En wie kan dat er wel zijn? Oh, je bedoelt zo'n brave burger. Zoals je ze in dienst ziet in de rij kunt zien staan voor mijn striptease-tenten. Ze staan gewoon te trappelen van ongeduld om te zien hoe zo'n meid als Lamar zich uitkleedt. Een fatsoenlijk mens. Nou, verdwijn nou maar. Want ik verwacht bezoek dat meer interesseert dan het jouwe. Vrouwelijk bezoek, zeker. Je kon dit maar wel eens gelijk hebben. Wij spreken elkaar nog wel, Griffin. Deze kant heb ik zelf bij liggen. In het schuurtje is hete koffie ook.
Ik heb alles in orde gemaakt. Ja, hier is het. Ik ben doorweekt. Het is hier behoorlijk kil, Paulsen. Ja, ik had eigenlijk nog een kacheltje moeten neerzetten. Heb ik niet aan gedacht. Maar verder is het alles. De nachtkijker staat opgesteld. Hier is het radiozendapparaat. Thermosfles, trommel sandwiches. Wilt u koffie? Nee, laten we nog maar even wachten. Je weet hoe lang we hier bivakeren moeten. Het zal er wel niet warmer op worden. Ah, dit is de kijker dus. Verwoest. Het hele pad ligt op. Je kunt zelfs de inscriptie op de grafsteen lezen. Celine Brockhaus, 1920-1956. Geliefde vrouw en moeder. Zal ik de wagen oproepen, brigadier? Nee, dat doe ik wel. Purper 3 aan bandiet 4, over. Hier bandiet 4, ontvang u, luid en duidelijk, over. We zijn in de loods. Hebben helder zicht op de kijker. Nog iets te rapporteren, over. Niets te zien. Er is één wagen voorbij gekomen met 5 of 6 inzittenden, over. In orde, over en uit. Wat heb je? Sorry, brigadier, ik heb kramp. Dat ontbreekt ons. Als je tenen staan, laat je volle gewicht erop rusten. Wijsvoeten. Wat zooi. Die zijn er gods op zo'n stoel om bij de politie te gaan. Zomers is het hier erg mooi en vredig. Ik kom hier wel eens, ziet u. En mijn vader ligt hier begraven. Dan laten we toch wel wat koffie nemen. Ik zie je bij lichten. Merci. Daar kom je van bij. Purper 3. Hallo, Purper 3. Dit is bandiet 4. Een man is de hoofdweg overgestoken en loopt nu langs het hek van de begraafplaats. Over. Alleen? Over? Ja, alleen. Hij draagt een oliejas en een pet. Hij kijkt nu de straat af. Loop nu uit het licht van de lantaarn. Hij is niet aan het andere eind van de muur tevoorschijn gekomen. Hij is verdwenen. Over. In orde, bandiet 4. Blijf luisteren. Neem je dat ding, Paulsen? Goed, brigadier. Hij is een aantocht. Ik blijf alleen kijken. Je ogen moeten wel even wennen. Ja. Nou zie ik het pad weer. Daar komt hij. Hij heeft de zaklantaarn. Hij schuivelt naar het graf. Hij is er. Verdomme. De revolver zit vast in de voering. Ja, heb ik. Kom mee. Kijk, daar zit hij. Luister. Ik zet hem in het licht van mijn lantaarn en dan grijp jij hem. Duidelijk? Ja. Opletten dan. Ja. Wacht maar, Paulsen. Lopen, man. Lopen. Oh. Is mijn zaklantaarn nou? Nou hier. Oh. Oh. Enkel. Mijn knie. Er nog een toe. Ik heb nou dat net overkomen moet. Hij is in de richting van de hoofdingang gelopen. Het steekt. Paulsen! Heb je hem, Paulsen? Het is een man. Oh, hij is over het hek geklommen. Ik kon nog net zijn jas grijpen. Heeft hij op je geschoten? Nee. Ik bleef haken aan die scherpe punt. Huh? Oh, de god. Je hele arm ligt open. Ga liggen, Paulsen. Dan zal ik hem afwinnen met mijn das. Wacht, ik help je, hoor. Ik help je. Zo. Wat een ellende. Zo.
Ik zal het hek openmaken, ik heb de sleutel. Blijf wel rustig liggen, jongen. Ik moet de surveillancewagen zien te bereiken, dat je naar het hospitaal komt. Kalm nog maar, kalm nog maar. Anders verlies je nog veel meer bloed. Eerst het hek. Brigadier? Een ambulance, Spencer. Heeft hij? Klets niet, roep een ambulance op. En meneer Davies. Laat de chauffeur me helpen, pas zo lang in jullie wagen te liggen. Hij kan toch niet in de stroom van de regen blijven liggen? Anderson! Ja. Kom, help me. Als de ambulance niet gauw komt, dan haalt hij het niet. Hij heeft verschrikkelijk veel bloed verloren en is steenkoud. Zo. Gaat het een beetje, Prossen? We zullen het voorzichtig aan doen, hoor. Zo, voorzichtig maar. Ja. Ja. Oproep is gebeurd, meneer. Help eens even mee. De achterbank zo lang maar. Ja. Zo. Juist. Ja, u kunt wel voor bij ons komen zitten, meneer. Oh. Vertel op, Henderson. We zagen hem over het hek klimmen. Hij sprong eraf als een fret. Paulson had zijn jas vast, maar hij wist zich eruit te werken. Toen zette Spencer de achtervolging in. Ik moest de wagen keren. Ik heb twee schoten gehoord. Die waren voor mij bedoeld. Hij zat in elkaar gedoken op de grond, wat versuft van de sprong. Maar toen hij me zag, rende hij de weg over in de richting van de verkeerslichten. Ik haalde hem langzaam en zeker in. En toen draaide hij zich plotseling om, met een revolver in zijn hand en loste een paar schoten op me. Ik wierp een gummistok naar hem toe en toen rende hij de hoek om. Ik was daar toen net met de wagen aangekomen en we reden achter hem aan. We zagen hem aan de overkant in een donker steegje verdwijnen. Het is een pad tussen twee winkels en het leidt naar een parkeerplaats. We zijn toen te voet achter hem aangegaan. Maar er was geen auto te bekennen, niets. En hij was spoorloos verdwenen. Tuinen? Niet één. Aan de ene kant een muur en aan de andere kant de achterzijde van winkels. Een fiets? Hij moet er op een fiets vandoor zijn gegaan. Waar is Paulson? We zijn bezig met de ambulance te leggen, meneer. Mislukt, hè? De jongens en de wagen zijn hem achteraan gegaan, maar verdwenen in een steegje. Ze konden hem niet inhalen. Ik denk dat hij een fiets had. U ziet hardlopen. Hij had een revolver, meneer. Maar jij toch ook? Ja, ik was op het kerkhof. Ik ben gestruind. Nou, mooie boel. Ik heb doorgezegd dat ze moeten uitkijken naar een fietsenbrigadier hier. Ja, het is goed. Het ziet er niet zo vrij uit met Paulson, hè? Met jou trouwens ook ik niet. Ik mank hier niks, alleen mijn enkel. En je knie dan? Jij gaat mee met de ambulance en je zorgt dat ze jou ook oplappen. Jawel, meneer. Niet tegenspreken, verdomme. Kom, ga mee. Moet er niet aan denken, Arthur. Dat die schoft ons nog allemaal gaat kosten. Die schoft. Hier vindt u meneer Milton. Dank u, zuster. Henry. Morgen. Ik ben bij Paulson geweest. Hoe is het met hem? Hij heeft een massa bloed verloren, maar hij schijnt het wat te redden. Jouw knevelverband heeft veel goed gedaan. Gelukkig. En hoe is het met jou? Alleen mijn enkel verstuikt. Op mijn knie was niks bijzonders. Ik kwam gisteravond nog naar huis, maar ik mocht niet. Hoe is het met meneer Davies? Niet bepaald in een goede bui. Hij zal me wel niet vergeven dat ik er zo'n zootje van gemaakt heb. Had zo goed kunnen toch aan het plan gegeven? Alsof dat iets verandert. Ik heb een ongelofelijke fout gemaakt. Ik had minstens één man met de muur tegenover de weg moeten neerzetten. Nou, vooruit, kom er maar mee. Ik heb geen tijd om naar jouzelf beklacht te luisteren. Bedankt dat je me bent komen halen. Met Davies, die vroeg me naar Paulson te gaan kijken. Nou, zet alsjeblieft niet zo'n gezicht, zeg. Je ziet eruit als een fret die de schurft heeft. Ik zal wel gaan lopen. Hinken bedoel je zeker?
vind je gezond verstand, dat is de moeilijkheid met jou. Al had je soms een stormachtig applaus verwacht. Je neemt een surveillancewagen mee, polsen, een perfecte nachtkijker, walkie-talkies en wat dan niet. En dan laat je net precies de weg open die je kon nemen als die er vandoor wilde gaan. Je hebt aan die mogelijkheid zelfs geen moment gedacht, hè? Idioot. Je dacht er alleen maar aan wat een prachtfiguur jij in het rapport zou slaan. Hou op als je... Ja, iemand moet het je toch zeggen? Davy zal het niet doen. Goed. Ik ben een stommelkop erbij. Ik had alle tijd van de wereld en ik heb het bedorven. Hij was me te slim af. Jij begrijpt nog steeds niet waar het om gaat, hè? Jij herinnert je alleen maar dat die meid het had over het kerkhof en daar moest jij zo nodig naartoe. Wat bedoel je? Die schoolsukkel, dat college, die universiteit. Alle mensen. Wat een stommeling ben ik. Ja, dat klopt. Ik ga niet mee naar het bureau, Harry. Zet me maar af in de buurt van mijn huis. Ga een ander pak aantrekken. Iets dat passend is voor een bezoek aan professoren. Dat heb jij dan bijzonder intelligent bedacht. Ik ben brigadier Milton van de recherche, professor Grimaldi. En ik geloof dat u mij kunt helpen bij een onderzoek waar ik mee bezig ben. Zo. Ik ben overtuigd dat u het mij niet kwalijk zult nemen dat ik ernaar vraag. Maar ik geloof dat politiemensen in Burger een identiteitskaart bij zich hebben. Oh, ja, natuurlijk. Alsjeblieft. Dank u wel. Ja, senator de brigadier. Waarmee kan ik u helpen? Ik heb gehoord dat Thomas Derrick Brockhouse bij u heeft gestudeerd. Ja, dat is juist. Wanneer hebt u hem voor het laatst gezien? Hij is enkele maanden geleden vertrokken. Hebt u er enig idee van waar hij is heen gegaan? Nee. Zou een van de studenten dat weten, denkt u? Of vrienden, als hij die gehad heeft? Het is erg belangrijk dat we met hem in contact komen. Waarom? Om verschillende redenen, professor. Heeft hij zijn studie bij u afgemaakt? U bent er toch zeker wel van op de hoogte, brigadier, dat de heer Brockhouse van de universiteit verwijderd werd? Nee, dat wist ik niet. Oh. Heeft men u dat niet verteld op het faculteitsbureau? Ze zeiden me alleen maar dat u me alles kon vertellen wat ik wilde weten. Waarom is hij verwijderd? Wij waren niet tevreden over zijn werk. Op het laatst waren we over hemzelf ook helemaal niet tevreden. Als zijn mentor zult u hem wel vaak hebben gezien. Ja, is hier heel vaak geweest. Hij zat altijd in de stoel waarop u nu zit, brigadier. Juist, ja. Zou u me willen vertellen waarom u niet tevreden was over zijn werk? De universiteit wordt door degenen die er nooit komen beschouwd als een tamelijk gesloten instituut. Een oord voor dromers en voor rustige studie. Beschouwt u de universiteit ook als een dergelijk instituut, brigadier? Ja. Ja, ik geloof van wel. Een universiteit is een hoge drukkamer. Elk jaar komen ze weer aan. Enthousiaste jongetjes en meisjes met pinterig glanzende gezichtjes. Ze komen in allerlei grote vormen, uit allerlei plaatsen. Ze komen met uiteenlopende ideeën. Maar er is één ding waar ze nooit aan denken. Dat het ooit zou kunnen gebeuren dat ze mislukken. Ja, ja. Ze hebben zo vaak te horen gekregen dat ze zo intelligent zijn, ziet u. De intelligente jongen van de school, het meisje dat al prijs in de wacht sleepte, de favoriete leerling van hun leraren, misschien het enige kind uit hun groot gezin dat mag studeren terwijl anderen gaan werken. Begrijpt u, brigadier? Ik geloof het wel. Zij zijn nooit eerder mislukt. Alles wat ze hebben gedaan werd altijd begroet met applaus. Ze zijn gewend geraakt aan succes. Maar als ze hier komen, ontdekken ze dat intelligent zijn niet bijzonders is. De beste onder de beste te zijn is een uitdaging die ze nooit onder ogen hebben hoeven te zien, omdat ze voor die tijd altijd de beste zijn geweest. Het is helemaal geen zeldzaamheid, brigadier, dat studenten zelfmoord plegen, omdat zij hun studie niet aankunnen. En Brockhouse, was hij niet intelligent genoeg? Dat zou ik zeker niet willen zeggen. Hij was zeer intelligent. Het ontbrak hem alleen aan concentratievermogen. Hij was erg vlug afgeleid. Het was een kwestie van geduld. U bedoelt dat hij niet op resultaten kon wachten? Nee, dat bedoel ik helemaal niet. Oh, spijt me als ik blijkbaar wat traag van begrip ben, professor Grimaldi. Hij besteedde niet meer dan een klein deel van zijn tijd aan zijn studie. Zijn scripties schreef hij altijd op het laatste nippertje, enkele minuten voor hij ze moest inleveren. Hij maakte tijdens zijn colleges
geen aantekeningen. Zijn doctoraal examen interesseerde hem niet. Het was niet iets waar hij naartoe leefde. Waar was hij dan wel op uit? Hij zocht naar iets waarin hij enige zin kon ontdekken. En was niet in staat dat te vinden. Was het iets dat hij wilde doen of zijn? Bedoelt u dat hij niet wist wat hij moest gaan doen als hij de universiteit had verlaten? Wat geeft uw leven zin en inhoud, brigadier? Ja. Nee, staat u mee toe. U gelooft in uw werk, denk ik. Ofschoon u er soms ongetwijfeld een hekel aan zult hebben. Maar u hebt het gevoel dat het een taak is die gedaan moet worden, willen mensen 's nachts veilig in hun bed kunnen slapen. U hebt een soortgelijke achting voor uw vrouw en uw kinderen, als u die tenminste hebt. U hebt bepaalde vrienden, ongetwijfeld ook politiemensen. U hebt contact met het leven via anderen. En u herinnert zich momenten van geluk, vakanties, uw huwelijksreis. Al die dingen geven zin aan uw leven. Dat zijn de zaken die het leven de moeite waard maken. Ja, inderdaad. Thomas Brockhaus had niets van die dingen. Had hij dan geen familie? Hij was emotioneel gezien een pauper. Ik twijfel of u zich kunt voorstellen wat dat betekent, brigadier. Hij herinnert zich zijn moeder. Hij wist dat ze gedood was door zijn vader. Dat hadden de ouders van de moeder hem verteld. Afgezien daarvan was de hele sfeer thuis ervan doordrongen en dat is nog veel dodelijker. Zijn moeder had niet onder zodanige omstandigheden de dood gevonden dat zijn vader ervoor gestraft kon worden op grond van de wet, die zelf een afspiegeling is van de vaderfiguur. Zijn vader werd helemaal niet gestraft. Ziet u, brigadier, hoe belangrijk dat is? De enige die gestraft werd, was Tom zelf. Zijn vader bevond zich ergens anders en leidde een leven waar Tom volledig buiten gehouden werd. Ik begrijp het. Het is natuurlijk makkelijker als je in God kunt geloven, omdat je jezelf dan kunt voorhouden dat het allemaal veranderen zal in een andere wereld, waarin werkelijk recht gedaan zal worden, waar men loon naar werken krijgt. Maar hij geloofde niet in God. Nee, zijn intelligentie maakt het hem onmogelijk om in God te geloven. En zijn studie bracht hem de wetenschap bij dat hij maar een minuscuul vlekje was. Niet meer dan een worm op de buitenste korst van een kleine planeet. Niet te onderscheiden op enige afstand, zelfs al niet meer van de top van een hoge bouw af, laat staan van de hemel uit. Evenmin als wie dan ook van de vele miljoenen soortgenoten. Zelfs nog minder goed te onderscheiden van alle miljoenen die reeds geleefd hebben en gestorven zijn, en van wie het belachelijk is aan te nemen dat zij voortleven. Niemand kan het nu nog iets schelen wat de doden hebben gedaan toen ze leefden. Of ze goed waren of slecht, verstandig, dom, schuldig of onschuldig. En aangezien hij voor zichzelf wist dat er na de dood niets meer is, wat deed er dan nog toe? Hoe hij leefde. Maar wat is dan eigenlijk nog de zin van het leven? Inderdaad, brigadier. Inderdaad, wat is de zin ervan? Denkt u dat hij krankzinnig is? Nee, dat geloof ik niet. Maar een psychiater zou er wellicht toe overgehaald kunnen worden dat te verklaren, als hij er toevallig een bepaalde theorie op nahoudt. Naar mijn mening is hij eenvoudig een emotioneel, ernstig gehavend mens. Hij heeft geen scheppingsdrang. Hij veracht de schepping en alles wat daarmee verband houdt. Geluk, eerbied voor anderen, morele normen. U zei zo straks dat hij was weggestuurd omdat u ook niet tevreden was over hemzelf. U bent op en top rechercheur, meneer Milton. Neem me niet kwalijk dat ik vergeten was. Kijk, er werd een student in zijn kamer aangetroffen. Dat is natuurlijk tegenwoordig niet ongewoon. Je kunt mannen, vrouwen van zo om en bij de 20 niet meer als een kloek bewaken. Je moet wel eens een oogje dichtknijpen. Maar in dit geval kon er moeilijk de ogen versluiten. Want het meisje werd hysterisch. Hij was er te lijf gegaan, maar hij wilde niet zeggen waarom. Ze was al verschillende malen bij hem geweest, maar die keer had ze hem razend gemaakt. Ze lag op de grond en hij trapte uit toen de anderen binnenkwamen om te zien wat al dat kabaal te betekenen had. Toen ze hem van haar wegtrokken, probeerde ze aan te vallen met een mes. Maar een van onze rugbyspelers nam het mes af, zonder veel moeite.
Is er toen geen aanklacht tegen hem ingediend? Wij handelen onze problemen liever op onze eigen manier af, brigadier. Bovendien stond het meisje op het punt om naar het buitenland te vertrekken. En ze wilde liever niet dat de ruchtbaarheid aan de zaak gegeven werd. Ze had trouwens alleen een blauw oog en een paar bloeduitstortingen. U liet dus een man vrij rondlopen die in staat was precies hetzelfde of erger met iemand anders te doen. Jammer. Wij meenden dat we in de eerste plaats de belangen van het meisje moesten verdedigen. Waar woonde Brockhaus? Op kamers. Maar die heeft hij opgezegd toen hij de universiteit verliet. En waar is hij toen heen gegaan? Ik zou het niet weten. Maar hij heeft een adres opgegeven toen hij zich aanmeldde. Ergens in het noorden, een dorp in de buurt van Shrewsbury, als ik het wel heb. Op het bureau van het padel kan men u dit adres volledig geven. Ik dank u, professor. Het spijt me dat ik u zo lang heb opgehouden. Geen dank, meneer Milton. Geen dank. Uw bezoek was een boeiende ervaring voor mij. Is meneer Newcombe er niet, Spencer? Nee, hij is even weg. En meneer Davies? Hij is op zijn bureau. Oh. Ja? Met Milton, meneer. Ik ben bezig. Ik wou u graag even spreken. Ik geloof dat ik iets bruikbaars heb. Ik zal je wel bellen. Verdomme. Is die buik nou nog niet over? Er is bezoek voor u, meneer Milton. Een vrouw. Ze zit in de voorkamer. Dank je, Spencer. Sally. Heb je uw been bezeerd, meneer Milton? Och, ik ben gisteravond gevallen. Is er iets bijzonders? Harry heeft me alles verteld. Over zijn leugens, over Griffin, alles. Hij begrijpt nu wat voor moeilijkheden hij gewerkt heeft. Met Griffin wil hij niets meer te maken hebben. Hij heeft hem beloofd... Als ik me goed herinner, heeft hij al eens vaker een paar dingen beloofd, Sally. Ja, maar nu is het anders. Hij heeft de maagzweer. Als hij nu weer in de gevangenis komt, is het afgelopen met hem. Hij heeft echt niets te maken met die aanslag op agent Toms. Nee, maar hij wist aan wie hij die auto had meegegeven. Hij zou die snuiter kunnen identificeren. Als hij dat deed, weet u wat Griffin dan zou doen met Jill en met mij? Griffin krijgen we wel te pakken. Je zult hem nooit eens kunnen maken. Hij kent alle hoge omers, parlementsleden, bankiers. Als je eenmaal bij die kliek hoort, nemen ze in bescherming tegen iedereen die het op je gemunt heeft. Ze zouden lelijke moeilijkheden komen als hij achter de tralies kwam. Ben je hier gekomen om me dat te vertellen, Sally? Ook. Via Griffin bereikt u niets. U moet langs een andere weg proberen. Maar ik maak me zo ongerust dat als Davis Griffin niet te pakken kan krijgen, hij het op Harry verhalen zal. Doe niet zo dom. Hier wordt niets op iemand verhaald. Maar Harry heeft tenslotte een scheve schaats gereden. Hij heeft een paar auto's opgeknapt. Daar heeft hij toch niemand kwaad mee gedaan? En hij heeft hem bezorgd dat hij geen gekke dingen meer zal doen. Hij weet dat ik dan bij hem wegloop, ondanks de kinderen. Ik heb respect voor je houding, Sally. Maar ik wou je toch wijzer hebben. Zijn gezin heeft hem nooit ervan weerhouden om mee te doen. En dat zal hem ook in de toekomst niet van weerhouden. Zit nou eenmaal in Harry's karakter. We maken die dingen zo vaak mee. Natuurlijk gaat het weer enige tijd goed. Zoals het voor deze affaire 9 jaar lang goed is gegaan. Voor zover we weten tenminste. Maar dan begint het onroepelijk opnieuw. Eerst met kleine zaakjes die schijnbaar niks te betekenen hebben. Hij zal gokken, geld verliezen, niet kunnen betalen en het jou niet durven zeggen. Dan slaat hij weer een grotere slag. Hij deugt niet, Sally. Hij zal nooit deugen. En jij bent veel te goed voor hem. Dan staat het dus wel vast dat hij weer zal moeten zitten. Dat heb ik niet gezegd. Als we die blonde knaap te pakken krijgen, hebben we Harry misschien helemaal niet meer nodig. Je weet van tevoren eigenlijk nooit met wie je trouwt, hè? Nee, dat weten we nooit. Dag, meneer Milton. Dag, Sally. Beste. Oh, meneer Davies, kan ik u even spreken? Ja, ik ben al aan de achterkant. Het is nogal belangrijk. Ik schrijf maar een rapport. Maar het is een beetje gecompliceerd. Ik schrijf een rapport, Milton. En zal het er klaar liggen als ik terugkom. Ik ben blijkbaar wel definitief uit de garage.
Zo. Zo, dat is het dan wel. Ah, Harry. Je bent terug, zie ik. Ja, iets bereikt? Ik heb met zijn vroegere prof gesproken. Die kende hem vrij goed. En? Hij zei dat het een aardige vent was. Die graag mensen pijn doet, meisjes te lijf gaat... en die met een mes in zijn ribbenkast probeert te steken. Blijven een universiteit staan voor een rotvent. Weten ze waar die is? Wel waar die vandaan komt. Van Mootfarm. De boerderij van E.J. Mitchell. Dat is zijn grootvader. Tylethrow, bij Culverton zelf. Staat hier allemaal in. Een rapport van Davies die het verdomd doet naar me te luisteren. Hij is naar Paulsen. Daar heeft hij me niks over gezegd. Hij zou je van zijn lijstje geschrapt hebben na gisteravond. Er is toch niks ernstigs met Paulsen? Ik weet het niet. Maar al te best schijnt het niet met hem te gaan. Davies is naar de doktoren toe. Paulson heeft geen familie of vrienden. Niemand? Nou ja, hij heeft ergens een meisje, maar ze is nog maar 19. Ik dacht dat jij dat wel zou weten, Alster. We hebben er nooit over gesproken. Maar hij stond toch onder jouw leiding? Dat kan wel wezen. Maar we hingen elkaar onze familieverhalen niet op. Hij is nog maar 3 maanden bij ons. Gisteravond was de eerste keer dat ik er samen met hem op uitgetrokken ben. De doktoren wilden met iemand praten. Dat klinkt niet zo best. Ik hoop maar dat er niks ernstigs met hem aan de hand is. Nou, morgen zal je het verhoren. Ik denk niet dat Davies het voor zich houdt. Ik ga naar huis. Bedankt dat je me zo hebt opgevrolijkt. Hier, lees dit maar. En leg het op het bureau van Davies, zodat hij het vindt als hij terugkomt. Salut. Dat gaat hoor. Je bent wel bijzonder gezellig, Aster, als je één avondje thuis bent. Huh? Oh. Neem me niet kwalijk, ik ben ingedut. Over de krant, ja. Jij zit in één stuk te breien, Mary. Altijd. Voor alle kinderen van de hele familie. Breien en praten kan heel goed samengaan. Praten en lezen niet. Bovendien is dit altijd nog een beetje nuttig voor anderen. Ja. We praten tegenwoordig niet veel meer, hè? Vroeger wel. En als je praat, is het over je werk. Waar ik nou eenmaal niet zoveel feeling voor heb. Maar er zijn toch nog zoveel andere onderwerpen, Arthur. Misschien heb je gelijk. Dan breng ik mijn werk wat te veel mee naar huis. Maar het doet de mens zo goed erover te praten. Vooral als er moeilijkheden zijn. Het zit niet best met Davies. Ik heb een stomme tijd begaan. Dan moet je proberen het goed te maken. Ach, neem de dingen toch niet zo zwaar. Er lopen genoeg misdadigers vrij rond. Eentje meer of minder is toch helemaal zo belangrijk niet? Wat is dat nou voor een theorie? Het zou mooi zijn als de politie er ook zo over dacht. Nee, waarschijnlijk niet. Ik heb nou eenmaal weinig voer voor het vak. Wat zou dat over jaar toch hun uitassen? Ik weet het graag. Ik probeer wel te ver. Oh, telefoon. Met Davies. Ik heb wat bijna van overal 20 minuten hebben gesmuld. Daar kan mensen hiervoor staan. Als je de zaak van het graf combineert met het verhaal van het meisje en met wat vrienden zijn gekomen. Die zeggen dat hij daar in Shropshire schuilt. Nee, ik denk dat hij in Londen is. Dat krantenberichtje van ons is alleen in de Londense bladen verschenen. En dat heeft hij blijkbaar gelezen. Anders was hij zeker niet zo gauw komen opdagen. Maar waarom wil je dan dat een van onze mensen er helemaal naartoe gaat? Nou, hij zou eens rond kunnen neuzen en misschien wat meer te weten kunnen komen over dat geweer. En misschien weten ze daar een adres in Londen. Is dat alles? Je houdt toch geen inlichtingen achter met hem? Nee, natuurlijk niet, meneer. Maar ik dacht zo, als hij gewend is met een geweer om te gaan... dan zullen ze daar op die boerderij wel meer van weten. Hm. Oké, ik zal het harder maken. Er zit misschien iets in wat je zegt. Maar ik wil niet dat er daar ginds de Bonnefoy rondgeneust wordt. Ga er morgen maar heen. Je
kunt 1 nacht overblijven. De dag daarna kom je terug. En breng zo vlug mogelijk apart uit. Ja, meneer. Vergeet dat vooral niet. Meneer, is er nog iets bekend over Pawson? Ja, zijn toestand is voortgegaan. Ze hebben zijn arm kunnen redden. Ik wist niet dat... Ja, hij was er slecht aan toe. Het was op het kantje af. De aderen in zijn arm waren doorgesneden en de pezen ook. Er is een stuk van een spier kwijt. Maar het ziet ernaar uit dat het wel weer in orde komt. Al kan het wel lang duren. Het spijt me erg. Het was mijn schuld. Ik dacht dat we die kerel zonder moeilijkheden te pakken zouden krijgen. Ik had die wagen dichterbij moeten opstellen en ik had... Ja, ja, het is goed af. Hè. Het is allemaal waar en ik ben er bepaald niet tevreden over. Net zo min als meneer Miller van de Centrale Recherche. Je hebt een slechte beurt gemaakt en je weet wat dat betekent. Maar je moet ook zo denken. Als je er vlugger bij was geweest en hem had kunnen omsingelen... had hij waarschijnlijk eerder zijn wapen gebruikt. Boston had dan wel dood kunnen zijn. En jij ook. Dat zou wel eens waar kunnen zijn. Ja. Pik er dan nou maar niet meer over. Je kunt er toch niks aan doen. Ga naar Schrokken en zorg ervoor dat je een goede tip mee naar huis brengt. Ik hoop het, meneer. Het was Davies. Die stommiteit kan me een promotie kosten. En hebben we dan niet meer te eten, Arthur? Jawel, maar je moet toch begrijpen... Arthur, er zijn meer belangrijke dingen in het leven dan het werk. Inderdaad. Waar is chauffeur Wilson? Ik sta tot uw beschikking om u naar het dorp te brengen. Moet u meteen doorgaan? Dat lijkt me wel het beste. Is het ver? Kleine 30 mijl. Een uurtje kunnen we er zijn. Hier, dit is mijn wagen. Kent u de Witsels? Niet persoonlijk. Ik heb er een oom en tante in de buurt wonen. Die hebben wel geen omgang met de grote boeren zoals de Mitchells. Maar ze weten wel het een en ander vanzelf. Wat voor indruk maken ze? Het zijn nette mensen. De oude baas in elk geval. Een uitstekende boer. Algemeen geacht. Er is een kleinzoon. De zoon van zijn dochter. Tom heet hij. Kent u die? Nee. Onze adjudant vertelde me dat u belangstelling voor hem hebt onder de naam Brockhouse. Dus ben ik eens even nagegaan of er iets bekend was. En is dat zo? Niets. Er is nooit in moeilijkheden geweest, voor zover ik kan nagaan. Niemand van de familie trouwens. Als de jongen er is, neemt u hem dan mee terug? Het lijkt me niet waarschijnlijk dat hij er is. Hopelijk weet zijn grootvader zijn adres in Londen. En wil hij het me geven als hij het heeft. Die oude baas is zo eerlijk als goud. Een man van de oude stempel. Hij zal nooit zijn boekje te buiten gaan, maar hij zal ook altijd opkomen voor iemand van zijn familie. Hangt er natuurlijk af wat hij gedaan heeft. En als hij een agent met een jachtgeweer heeft blindgeschoten... Heeft hij dat gedaan? We veronderstellen van wel. U hebt geluisterd naar het derde deel van Met voorbedachte raden, een politioneerhoorspel in 4 delen naar het boek van Lawrence Henderson. Bewerking Rob Gerards. De hoofdverdeling. Brigadier Milton werd gespeeld door Huip Orizant. Agent Pawson Hans Karstenberg. Wachtcommandant Newcomb Bert van der Linde. Inspecteur Davies Rob Gerards. Agent Spencer van Swaansen. Pinky Price Jos van Turenhout. Mevrouw Davies Nel Snel, Griffin, Hans Vierman. Met voorbedachte raden. Een politioneerhoorspel in 4 delen naar het gelijknamige boek van Lawrence Henderson.
De bewerking is van Rob Gieraerts. Brigadier Milton? Inderdaad. Rechercheur Wilson. Ik sta tot uw beschikking om u naar het dorp te brengen. Wilt u meteen doorgaan? Dat lijkt me wel het beste. Is het ver? Kleine 30 mijl. Een uurtje kunnen we er zijn. Hier, dit is mijn wagen. Kent u de Mitchells? Niet persoonlijk. Ik heb een oom en tante in de buurt wonen. Die hebben wel geen omgang met de grote boeren zoals de Mitchells. Maar ze weten wel het een en ander vanzelf. Wat voor indruk maken ze? Het zijn nette mensen. De oude baas in elk geval. Een uitstekende boer. Algemeen geacht. Er is een kleinzoon. De zoon van zijn dochter. Tom heet hij. Kent u die? Nee. Omdat uw dan vertelde me dat u belangstelling voor hem hebt onder de naam Brockhouse. Dus ben ik eens even nagegaan of er iets bekend was. En is dat zo? Niets. Er is nooit een moeilijkheden geweest, voor zover ik kan nagaan. Niemand van de familie trouwens. Als de jongen er is, neemt u hem dan mee terug? Lijkt me niet waarschijnlijk dat hij er is. Hopelijk weet zijn grootvader zijn adres in Londen. En wil hij het me geven als hij het heeft. Jouw baas is zo eerlijk als goud. Een man van de oude stempel. Hij zal nooit zijn broekje te buiten gaan, maar hij zal ook altijd opkomen voor iemand van zijn familie. Hangt er natuurlijk af wat hij gedaan heeft. En als hij een agent met een jachtgeweer heeft blindgeschoten... Heeft hij dat gedaan? We veronderstellen van wel. Dit is Tuinlandsloop. Daar ginds ligt Moat Farm. Zal ik met u meegaan, brigadier? Nee, blijft u maar in de wagen. Ik verwacht geen moeilijkheden. Maar als u een schok voert, roep ten eerste uw bureau op voor u iets onderneemt. In orde. Hallo, ik zoek meneer Mitchell. Dat ben ik. Komt u maar. Wie bent u? Ik ben politiebeambte. Alsjeblieft, mijn identiteitskaart. Hoofdstedelijke politie, wat wilt u? Ik heb gehoord dat u een kleinzoon hebt, Thomas Derek Brockhouse. Logeert hij bij u? Nee. Waarom wilt u mijn kleinzoon spreken? Kunnen we misschien even naar binnen gaan, meneer Mitchell? Er zijn een aantal dingen die ik u graag zou willen vragen. Natuurlijk. Mag ik u voorgaan? Gaat u binnen. Dank u. Neemt u plaats. Een ogenblik. Het is zeker een foto van uw kleinzoon. Met het jachtgeweer en dat koppel eenden. Ja, hij was toen 13. Hij deed veel aan de jacht. Ik begreep, meneer Mitchell, dat u mij niet graag iets wilt vertellen waarvan u het gevoel hebt dat het uw kleinzoon schade kan doen. Wie begrijpt er ooit iets?
Ik ben 74 jaar en ik begrijp nu nog minder dan ik 50 jaar geleden begreep. Hebt u kinderen, brigadier? Nee. Bent u een gelovig mens? Niet bijzonder. Dat schijnt tegenwoordig niemand meer te zijn. Het was allemaal zo anders toen ik nog jong was. Iedereen scheen zo zeker van dat soort dingen. Niemand had ook maar enige twijfel. En als ze twijfelden, dan hielden ze het voor zich. Tegenwoordig schijnt het alsof de mensen die nog wel in God geloven, het voor zich houden. Neemt u me niet kwalijk dat ik afdwaal. Ik word, geloof ik, een vervelende oude man. U verveelt mij helemaal niet. Je denkt veel over het verleden als je oud wordt. Dat schijnt dan werkelijker voor je te zijn dan de tijd waarin je nu leeft. Ik mis mijn kinderen. Tom en Celine. Het waren allerliefste kinderen. Toen waren we nog bij elkaar. Tom zou deze boerderij hebben gekregen en hij zou een uitstekende boer zijn geworden. Hij zou het geduld ervoor gehad hebben. Hij had een gave met dieren om te gaan en hij zat vol plannen. En Celina hield van het plattelandsleven. Het was zo'n mooi meisje. Tja, juist als je oud bent heb je kinderen nodig, brigadier. En nu ik dan oud ben, zijn mijn kinderen dood en begraven. Ik wist het van uw dochter. Ik wist niet dat u ook nog een zoon had. Hij is gesneuveld bij Salerno. Daar ligt hij begraven. Dat spijt me voor u. Daarom heeft Selina haar zoon Tom genoemd. Thomas Derek. Haar man heeft nog geprobeerd haar over te halen het niet te doen. Weet u waar haar man is? In Kaapstad. Ik weet zijn adres niet, maar u zult hem gemakkelijk kunnen vinden, als u dat wilt. Hij is ontwerper. Hij zal wel een bekende figuur zijn in de beste clubs van Kaapstad. Van wat voor soort die ook zijn. En anders kan elke baarman in de grote hotels u wel vertellen wie hij is. Hij is misschien opnieuw getrouwd en heeft een gezin. Hij is inderdaad hertrouwd. 3 maanden na de dood van mijn dochter. Met een meisje dat 18 jaar jonger was dan hij. Een meisje dat mijn dochter enig verdriet had bezorgd. Wist uw kleinzoon dit? Hij wist het. Ik begrijp het. Misschien begrijpt u het inderdaad. Zoiets zal wel vaker voorkomen. In elk geval vroeg Tom nooit naar zijn vader. Hij zei dat hij hem zich bijna niet kon herinneren. Heeft zijn vader hem ooit geschreven? De eerste jaar kwamen er een paar kaarten. Postwissels met zijn verjaardag. Daarna niets meer. Ik heb hem wettelijk geadopteerd toen hij 14 was. Was hij gelukkig als jongen? Ik geloof het wel. Hij was altijd rustig en gedroeg zich netjes. Maar hij hield zich meer afzijdig dan wel goed voor hem vond. Hij hield van het land, maar er was te veel een dromer om boer te zijn. Hij was heel anders dan mijn zoon. Hij was dol op schieten. Hij nam een lichte jachtgeweer over toen hij nog heel klein was. Hij had aanleg om met vuurwapens om te gaan. Tom is altijd een goede leerling geweest, zowel op de dorpsschool als op het gymnasium. De leraren hadden hoge verwachtingen van hem. Hij was een innemende jongen. Hij had de gave om aan te voelen wat andere mensen prettig vonden en hun dan die zijde van zijn karakter laten zien waarvan hij wist dat ze erdoor aangetrokken zouden worden. Wat dat betreft was hij precies zijn vader. Die kon zich ook altijd innemend voordoen. Wist u, meneer Mitchell, dat hij met gangsters omgaat en verdovende middelen gebruikt? Nee. Schijnt u niet te verbazen? Ik had al zo'n gevoel dat er iets mis was. Ik wist niet wat, maar dat gevoel dat het ergens niet goed zat, heb ik al enige tijd. Wanneer had u het voor het eerst? Het is langzamerhand ontstaan. Ik neem aan dat ik me er 3 jaar geleden voor het eerst bewust van werd. Toen hij in Londen zat, veranderde hij.
Hij scheen maar weinig lust tot praten te hebben als hij hier met vakantie was. Hij toonde nergens belangstelling voor. Naarmate de tijd verstreek, kwam hij steeds minder vaak. Wat deed hij als hij hier was? Hij zat meestal op zijn kamer te lezen. Merkwaardige boeken waren erbij. Als hij naar buiten ging, was het om te schieten. Altijd alleen. Mevrouw heeft erg haar best gedaan om hem aan te moedigen. Is wat meer met andere mensen om te gaan. Met de jonge boeren. Wanneer is hij hier voor het laatst geweest? 5 weken geleden. Hij kwam 10 dagen ervoor aan. Hij zag er erg moe uit en zei dat hij hard moest studeren voor een examen. De dag na zijn aankomst bracht hij grotendeels in bed door en hij had bijna niets. Hij wilde niet dat ik de dokter liet komen en hij voelde zich de volgende dag een stuk beter. Hij zei dat hij in Londen naar een dokter was geweest, die hem gezegd had dat hij een beetje overwerkt was. Niets ernstigs. Geloofde u hem? Niet helemaal. Toen hij weer getrokken was, ben ik eens naar zijn kamer gegaan. Ik had dit nog nooit eerder gedaan, maar ik wilde weten of hij zijn jachtgeweer had meegenomen. En was dat zo? Nee. Hij had het uit elkaar gehaald en opgeborgen in een koffer in zijn klerenkast. Het was een van de koffers die hij bij zich had toen hij aankwam. Behalve het jachtgeweer vond ik ook deze doos. 2 messen, deze plastic kuur met tabletten, een karton met jachtgeweerpatronen en deze envelop met kranten, knipsels en foto's. Een foto van een goede vriendin van hem. En die knipsels. Tja, ik zal dat allemaal moeten meenemen en het jachtgeweer ook. Ik zal het dadelijk voor u halen. Heeft hij nog een ander vuurwapen? Een luchtpistool. Zijn vader bracht het mee naar huis als oorlogsherinnering. Waar is dat pistool nu? Het is weg. Hebt u ooit het vermoeden gehad dat uw kleinzoon betrokken zou kunnen zijn bij een ernstig misdrijf? Bij het neerschieten van agent Toms? Het is nooit in mijn hoofd opgekomen tot gisteren, toen ik deze knipsels las. Er is nog iets dat ik u zou willen vragen, meneer Mitchell. Hebt u er ooit van gehoord dat iemand de hagel uit het patroon verwijdert? 10 jaar geleden werd er hier een jachtpartij georganiseerd om het kleine wild van de omliggende velden te verjagen. Het dubbelloops jachtgeweer van een van de jongens hier uit de buurt, die zichzelf een hele scherpschutte vond, werd zonder dat hij het wist geladen met patronen waaruit de hagel verwijderd was. Het was een grap. De jongen vuurde de eerste patroon van dichtbij af en natuurlijk vloog de vogel waarop hij geschoten had ongedeerd weg. De jongen vermoedde wat er gebeurd was en toen de ander hem uitlachte gooide hij driftig het geweer weg. Daardoor ging het tweede schot af. Het maakte zijn jongste broertje blind. Wist uw kleinzoon dat? Hij zag het gebeuren. Meneer Mitchell, ik vind het erg getuut om te zeggen, maar uw kleinzoon is de politieman blind geschoten. Blijkbaar met voorbedachte raden. We moeten hem vinden, want wie zoiets doet, is tot alles in staat. Weet u zijn adres? Als hij zich verzet tegen zijn arrestatie, wat doet u dan? Ons verdedigen. Als hij rustig meegaat, zal hem niks gebeuren. We zullen hem niet te lijf gaan om wat hij gedaan heeft. Dat zou ik wel doen als het om een van de mijnen ging. Hier hebt u zijn adres in Londen, meneer Milton. Dit briefje ontving ik de vorige week. U wilt me nu wel excuseren. Ik heb nog het een en ander te doen op het land. Oh ja, eerst zal ik het geweer voor u halen. Ik blijf voorlopig op dit adres. Ik heb er meer privacy dan op mijn oude kamer. Er is een park vlakbij. Niet dat ik daar vaak wandel. Ik probeer me nu werkelijk bezig te houden met mijn boeken. Tom. Het adres is Courthope Terrace 17.
Twee dolkmessen. Doos patronen voor een jachtgeweer. Tube tabletten. Een envelop met krantenknipsels over de aanslag op agent Toms. En een foto van de juffrouw Gloria Lamar. En hier is het jachtgeweer. Daarmee heeft hij dus het schot gelost. Ik heb geluk gehad. Die oude baas had al argwaan en hij was direct bereid zijn hart uit te storten toen ik kwam. Je hebt prima werk gedaan, af, hè? Heel wat beter dan ik verwacht had, daar kom ik eerlijk voor uit. Tja, in veel gevallen zouden deze dingen voldoende zijn. Meer dan voldoende. Misschien gaat hij door de knieën als hij dit allemaal ziet. Ik ben bijna 3 uur met hem bezig geweest, tot 10 minuten voor jij hier kwam. Met Brockhaus? Van het moment dat ik jij gisteravond opbelde, hebben we zijn huis bewaakt. We hebben hem vanmorgen ingerekend. Hij had het pistool waarmee je op Spencer geschoten heeft niet in zijn bezit. Hij had niets. Geen narcotica, geen wapens, geen pornografische foto's, niets. Ik heb hem door een dokter laten onderzoeken en hij heeft geen littekens op zijn lichaam. Van injecties bedoel ik. Als hij verdovende middelen gebruikt, dan zijn het peppillen of zoiets. We hebben zijn kamer grondig doorzocht, dat verzeker ik je. Maar alles wat ze vonden waren die boeken die daar liggen. Het een nog serieuzer dan het andere. Niet één van de Marquise de Sade. Woordenboek der filosofie. Principia mathematica. Rassen veroordelen en opvoeding. Principes der logica. Ik zie het verband niet tussen deze boeken, studie aan de universiteit en... Wat dan nog, Arthur? Het is geen misdaad als je geen college loopt en je grootvader wijs maakt dat je het wel doet. Met die boeken schieten we geen laars op. Ik heb hem nu 3 uur onder handen gehad en alle methoden geprobeerd die ik ken. Zonder enig resultaat. Hij heeft de wetten van de rechtspleging bestudeerd en weet dat het enige wat hij te doen heeft is rustig te blijven zitten en niks te zeggen. En wij moeten maar bewijzen dat alles waar is, waarvan we hem beschuldigen. Zegt hij helemaal niets? Hij doet zijn mond alleen open om de juiste tijd te noemen. En ons op te wijzen hoe lang we hem al vasthouden. Ik heb hem verteld over zijn grootvader. Dat we het jachtgeweer hebben. Enfin, alles wat jij op de telefoon zei. Hij geeft gewoon geen antwoord. Dat is onnatuurlijk. Ja. Ik heb wel eerder met intelligente misdadigers te doen gehad. Scherpzinnige, sluwe kerels. Maar zo'n als deze heb ik nog nooit ontmoet. Het is een rare sensatie om tegen een man te praten, Arthur. Maar al heeft hij geen woord gezegd, ik ben er nu volledig van overtuigd dat hij de aanslag op Toms heeft gepleegd en dat hij het deed met dit geweer. Hij is vast en zeker de knul waar dat meisje over sprak. Er is geen twijfel aan. Hoe oud is hij helemaal? 22. Hij begint nog maar net. Dus God mag weten wat hij nog meer gaat uitspoken als hij niet tegengehouden wordt. Kunnen we hem niet pakken op die amfetamine-tabletten? Ja, we kunnen het proberen. Maar we kunnen nooit waarmaken dat hij ze in zijn bezit had. Ze werden dan immers in Schropsje gevonden. Zou daar afgehandeld moeten worden. Nee, Arthur. Laten we denken dat u ons te slim af is en dan kijken waar hij naartoe gaat. Hij heeft eigenlijk 10 uur nog. Hij weet natuurlijk dat we hem zullen schaduwen. Ja. En snugger als hij is, zal u ons waarschijnlijk weinig kans geven. Maar wat kunnen we anders doen? We moeten met de gegevens en zoveel beschikken natuurlijk een rapport opstellen met of die van justitie overleg over een rechtszaak kunnen maken. Ik vind die gegevens toch wel erg sterk. Ja. In een rechtszaal klinken de dingen altijd anders als de advocaten zich erop werpen. We zitten met de moeilijkheid dat we alleen maar aanwijzingen hebben. Niets staat onomstotelijk vast. Je hebt een degelijk bewijsstuk nodig waar je al het andere aan kunt ophangen. Vingerafdruk, ballistische gegevens, voetafdruk in de modder. Of een degelijke, eerlijke ooggetuige. Iemand in wie de jury vertrouwen kan hebben. Waar is Brockhaus nu? In de verhoorkamer, met een agent. Ik vond dat hij maar eens een tijdje moest nadenken. Ik zou hem wel eens willen zien. Waarom niet? Toon hem dit geweer maar eens. Je kunt nooit weten of je geluk hebt. Maar we kunnen hem niet veel langer vasthouden. Als je je babbeltje met hem gemaakt hebt, laten we hem maar gaan. Ik heb een mannetje voor hem klaarstaan. Goed. Je kunt wel gaan, Williams. In orde, meneer.
Je bent Thomas Dirk Brockhaus. Is dat juist? Wie bent u? Brigadier-rechercheur Milton. Ja, brigadier-rechercheur Milton. Ik ben Thomas Dirk Brockhaus. Ik ben hier nu 3:25 en ik wens nu of contact te mogen opnemen met mijn advocaat, of de bijzonderheden te horen van wat me wordt ten laste gelegd. Ze hebben het je maar lastig gemaakt, hè, jongen. Een hoop onzinnige vragen gesteld. Je moet het maar door de vingers zien, jongen. We zijn nu helemaal niet allemaal opgewassen tegen een gesprek met een piendere knaap als jij. Dat zou ik voor mezelf tenminste niet willen beweren. Ik heb maar een eenvoudige opleiding gehad. Ik heb bijna nooit een boek gelezen. Maar alle mensen zijn nu helemaal niet eender. Nee. Ik kom eens met jou praten over dit geweer. Wees maar niet bang om er naar te kijken. Er steekt geen kwaad in om er een jachtgeweer op na te houden. Zeker niet in de omgeving waar jij vandaan komt. Mooi is het daar. Neem het maar eens op. We weten dat het van jou is. Het moet al een poosje geleden zijn dat jij het in handen hebt gehad. Wanneer heb je er voor het laatst mee geschoten? Ik ben hier nu precies 3:30 en ik wacht nog altijd op de bijzonderheden van de tenlastenlegging. Jouw grootvader is een fijne kerel. Het is lang geleden dat ik iemand ontmoet heb met zoveel karakter. Je kunt het aan zijn gezicht zien. De eerlijkheid en karaktervastheid stralen gewoon van hem af. Ik ben hier nu en nou al... jouw gezicht. Een interessant gezicht. Ik neem aan dat je wel wat van gezichten af weet, ze bestudeerd hebt. Een intelligente jongen als jij doet zoiets natuurlijk. En je hebt iets van een acteur, niet jongen? Je trekt het gezicht waarvan je denkt dat de mensen dat graag zien. Maar ik ben nou eenmaal een vakman. Niet intelligent of zo, maar ik heb gewoon ervaring. Ik zie een hoop gezichten. Ik heb er al jaren naar gekeken. En misschien een beetje van geleerd. Misschien wel ondanks mezelf, zou je kunnen zeggen. Boze gezichten, bange gezichten, allerlei soorten. Ik ken bijvoorbeeld het gezicht van onschuldige mensen. Dat is jouw gezicht niet. Onschuldig zijn is niet hetzelfde als je onbekommerd gedragen. Tenminste niet op een politiebureau. Het is verbijstering voelen, verwarring. Het komt uit het diepste innerlijk van een mens. Begrijp je wel? Onschuld is een beetje aandoenlijk. Jij zou nooit voor aandoenlijk kunnen of willen doorgaan, hè, jongen? Ik zit hier nu al 3:40. De rol van domme, sprekende klok past helemaal niet bij jou. Kijk, berekening is iets totaal anders dan onschuld. Je merkt het al te direct als iemand berekenend is. Als hij bijvoorbeeld de wetten van de rechtspleging heeft bestudeerd, net als een uitgekookte advocaat. Iemand die onschuldig is, zou dat nooit doen. Hij zou er waarschijnlijk geen idee van hebben wat wettelijke bewijzen zijn. Je begrijpt wel waar ik het over heb, niet? Een pientere vent als jij heeft mijn woorden natuurlijk direct door. En omdat je niet onschuldig bent, wil je natuurlijk geen antwoord geven. Aangezien er geen beschuldiging tegen mij is, neem ik aan dat ik niet onder arrest sta. Er werd mij gevraagd hiermee naartoe te gaan om bij een onderzoek te helpen. Nu ik dat gedaan heb, ga ik naar huis. Tenzij er een tenlastelegging is. Nee, er is geen tenlastelegging. Waarom ben ik dan hierheen gebracht? We wilden eens kennis met je maken, met je praten, zien hoe je eruit zag. Wij zijn ook wel eens nieuwsgierig. Wij wilden eens zien wat voor soort mens je bent. En nu weten we dat natuurlijk. Maar jij kunt gerust naar huis gaan. We leggen je geen strobreed in de weg. Donder op! Fa
vent. Rotvent! Je humeur is er de laatste 14 dagen ook niet beter op geworden, Arthur. Het maakt de agenten nerveus. Pijper, maar hou jij je goede humeur maar eens als je compleet voor schut wordt gezet. Elke dag zijn de rapporten korter geworden van de mannen die Brockhaus schaduwen. Meneer leidt een voorbeeldig leven. Als hij niet in het park wandelt of op een bank zit te lezen, gaat hij naar de openbare bibliotheek. En heeft hij met niemand contact? Met niemand, Harry. Elke middag eet hij voor 5 shilling in een van de 2 restaurants die vlakbij Actontown Station liggen. Natuurlijk zit hij vaak met mensen aan 1 tafeltje, want het is er altijd propvol. Maar hij wisselt nooit een woord met ze. Wordt de telefoon gecontroleerd waar hij woont? Wat dacht je? Maar hij belt nooit op. En er wordt ook nooit op gebeld. Nee, hij speelt het spel geniaal. En is Davis nu bij de officier van justitie? Ja. Na 2 weken is hij eindelijk opgeroepen. Straks hoor ik het resultaat. Zou Davis hier ontmoeten? Oh, nou dan smeer ik hem maar. Het vreet me op, Harry. Het vreet me compleet op. Elke avond werk ik urenlang over. Alleen om mijn gedachten af te leiden. Ik weet wel dat het een zaak is zoals alle anderen. Maar hier is een van ons nog het slachtoffer geworden. En dan is het toch logisch. Daarom moeten we de zaak bezien, meneer Davis. Zoals die in de rechtszaal naar voren zou komen. Uiteraard, meneer Dossier. Deze Brockhaus heeft een blanco strafblad. Hij is een keurige jongen die zijn moeder heeft verloren toen hij 8 was. Prachtig materiaal voor zijn advocaat. En de jury is bij voorbaat al op zijn hand. Wat voor bewijs hebben we? Toms kan hem niet identificeren. De enige die hem ooit gezien heeft is die meneer Lloyd in Legion Street. Maar hij heeft hem alleen van achteren gezien. En hij dacht dat zijn haar wit was. En de auto? Wat wilt u met de auto beginnen? De enige schakel tussen hem en de wagen is Carter. De verdediging zou geen stuk van hem heen laten en geen rechter zou Carters getuigenis aanvaarden zonder bevestiging. U hebt gelijk. We zouden Carter waarschijnlijk niet eens als getuige kunnen oproepen. De aanslag gebeurde 5 dagen nadat hij de wagen afleverde. Niemand kan bewijzen dat Brockhaus juist op die avond de auto had. Precies. De enige getuige die overblijft is dat meisje. Ze heeft een strafblad, ze is verslaafd aan narcotica en ze is van verdachte zeden. Mooie getuigen. De verdediging zou haar getuigenis toch kunnen afwijzen ook, omdat die Brockhaus haar heeft laten zitten en ze dus niet onpartijdig is. We hebben de kogels die we bij dat kerkhof vonden. Maar het pistool waarmee ze werden afgeschoten is onvindbaar. Inderdaad, als uw mannen hem op dat kerkhof te pakken hadden gekregen, hadden we hem kunnen aanpakken op het bezit van narcotica en een pistool. En waarschijnlijk had de jury het hem zwaar aangerekend dat hij zijn moeders graf gebruikte om narcotica te verstoppen. Tja, als we hem daarop hadden kunnen pakken, dan hadden we misschien wel een bekentenis uit hem kunnen wringen. Ik zou daar niet te zeker van zijn, meneer Davis. Hij is heel slim. Ik begrijp het, meneer Dossier. U hebt geen aanknopingspunten. Hij kan vrij blijven rondlopen. Tot de volgende keer. Er is altijd een volgende keer. Ik betwijfel het. Ik niet, meneer Davis. Ik geloof niet in supermensen. Voor de overmoedige komt er onherroepelijk een volgende keer. Ik begrijp dat op het moment voor u in uw korps een schrale troost is. Maar we hebben nu eenmaal geen ander houvast dan de wetten. En al zijn we het daar soms niet mee eens. Daarom kunnen we weinig anders doen dan onze benen neerleggen, hè? De zaak is voor ons afgelopen. Brockhaus blijft in het dossier. Hij zal niet altijd zoveel geluk hebben. Toch is het God geklaagd. Natuurlijk. Ik begrijp precies hoe je je voelt. Er is altijd één die we ons persoonlijk aantrekken. Maar vergeet niet wat je bent. Je bent politieman. Geen rechter, geen jury en geen beulen. Zet het van je af. Je kunt de wereld nu helemaal niet in je eentje verbeteren. Als je dat probeert, word je gek. Hij maakt Toms blind. Vermengt Porsen, doet de hemel mag weten wat nog meer en komt er ongestraft af. Hij lacht ons gewoon uit. Praat niet zo hard. Ik heb het eerder meegemaakt. 3 mannen die eraan kapot gingen.
Als het onmogelijk is iemand binnen het ramp van de wet te grijpen, dan moet je je tanden op elkaar zetten, Aver. En ermee leren leven. Je kunt je niet veroorloven je zoiets persoonlijk aan te trekken. Als je dat wel doet, ga je buiten de wet en word je zelf een misdadiger. Alsjeblieft, Aver. Doe geen domme dingen. Nee, natuurlijk niet. Zo, Arthur. Alweer achter het bier. Ga je mij navolgen? Bier. Wat zit jij te doen, poppetjes te tekenen? Ik reken uit wat ik nodig heb om te leven. Oh. Ik verdien ongeveer 30 pond in de week. Met je huurtoeslag mee dus 36 pond. En wie zou dat betalen aan een afgeleefde vent als jij? Wat zou jij gaan doen als je bij de politie wegging, Henry? Een café houden. Dat zou niks voor mij zijn. Nee, dat is waar. Met dat begraven gezicht voor jou zou je alle kerels herinneren wat ze hier juist proberen te vergeten. Je wordt bedankt. Hou dan op met die gekke praat. Wat is er eigenlijk aan de hand? Ik zal hem krijgen, Harry. Ik zal dat heerschap Thomas Brockhaus te pakken krijgen. En aangezien ik dat niet als meer als kan doen, geef ik het de brui aan. Je bent hartstikke gek. Schreeuw niet zo. Weer van plan? Wie hem in het donker steeg je opwachten? Zal ik niet bedenken. Ik laat de zaak niet los. Die rotzak zal krijgen wat hem toekomt. Ook al ga ik er zelf aan kapot. Doe niet zo dramatisch. En waarom alleen Brockhaus? Waarom richt je je eenmanskruistocht ook niet tegen Griffin? Hij laat elke dag mensen half doodslaan. Dit jaar heeft hij er al 2 in een krankzinnige gezicht gewerkt. Of maakt het voor jou verschil dat hij zijn jongens het vuile werk laat doen? Kan me niet schelen wie Griffin te gazen neemt. Dat is toch een stelletje tuig. Als je het goed beschouwt, doet hij wat wij eigenlijk moesten doen. Het ongedierte uitroeien. Maar deze schoft heeft erop aangelegd ons blind te maken. Door het ongeluk dat hij als jongens te gebeuren, wist hij wat het resultaat zou zijn toen hij op Tom schoot. Dit is wel degelijk een bijzonder geval. Ik had gedacht dat jij in de loop van zo'n 20 jaar wel een beetje wijzer zou zijn geworden. Je weet nou op geen stukken na hoe je het zou doen. Het enige wat je weet is dat je je lady blanke politiehanden vrij versmetten moet houden. En je denkt dat je ineens iemand anders wordt als je ontslag hebt genomen. Maar je bent geschift. Je praat vergeefs, Henry. Ik wil hem hebben. Zo. En denk jij dat jij de enige bent die hem hebben wil? Wie dan nog meer? Ik. Maar ik ben niet van plan om als een halve garen voor Robin Hood te gaan spelen. Wat ben jij dan wel van plan? Ik heb een heel ander idee. Ik zou wel eens een praatje willen maken met een van Griffin's handlangers, waar ik wel eens contact mee heb. Ja, heel officieus overigens. Hier, zegt dit adres jou iets? Nee. Wie woont er op Glendale Drive 75? Pinky Price. Ex-geveltoerist van hoge klasse. Tegenwoordig, volgens jouw eigen informatie, klanten werven voor een van Griffin's pornografische ondernemingen. Nou, gaan we eerst een pot bier voor ons halen. Dan zal ik je daarna precies vertellen wat er met Thomas Brockhaus gebeurt. Openmaken, politie. Openmaken. Wat moet dat? Laat ze erop. Politie. Wat is prijs? 2 hoog. Kamer 12. Verzoeken moeten we het al aanhouden. Wat is er aan de hand? Meer dan voor prijs. Maar zeg maar, dat word ik helemaal niet. Ik vind de nacht de prinsen maar aan de deur. Ja, laten we het buiten houden. Ik vind het echt zo'n beetje. Ik kan het niet hebben. Je legt ook al vroeger in SPD. Nou, kom er eens uit. Alle mensen. Doe dat mes weg of ik reken hier wegens het in bezit hebben van verboden wapens. Meneer Jonkom, wat is er aan de hand? Weet Jan, vlug een beetje. Ja, u had hier niet moeten komen, meneer Jonkom, dat is toch niet eerlijk. Ik heb u nooit kwaad gedaan, ik ben een oude man. Hou op met dat gejammer. We zullen er een mooi stukje toneel van maken voor de buren. Ik breng je naar beneden met de hand in je kruis. Brengt u me op? Waarvoor? Let niet. Wat is de prijs die hier op Brockhaus staat? En wat betaalt Griffin? Ik begrijp u niet. Nog eens een opmerking en arresteer je werkelijk, Pinky. Staat die prijs nog altijd op zijn hoofd of niet?
Ja, nog altijd een flink bedrag voor iedereen die hem ziet. Maar het bestaat niet dat hij al onder is, dan hadden ze hem al lang ontdekt. Het hangt er vanaf wat je onder Londen verstaat. Nou, Leon. Ja. Moet ik intussen een sigaar aansteken, want het ruikt hier alles behalve fris. Ja, maar u zoekt die vent, toch? Uw baas in ieder geval vanwege agent Toms. Wie zegt dat? Oh, ik snap het wel. Ik kan hem niks maken, hè, meneer Newcomb? Kop dicht. Oh, goed. Nou, wat wilt u dat ik doe? Trek je jas aan, dan gaan we. Ze denken dat ik erbij ben. Achterhoekom zal ik ze vertellen dat u excuus hebt moeten maken. Jij vertelt ze maar wat je wil. Vooruit, stap in. Ja. Waar is de dichtstbijzijnde telefoon, Sam? Om de hoek van de volgende straat. Nou, jij belt Griffin persoonlijk op en je zegt hem dat je Brockhaus gezien hebt toen je bij een kameraad te bezoek was. Hoe klinkt dat? Prima. En het adres? Qualthorpe Terrace 17. Dat is vlakbij Wood Lane. Ja, hij durft. Nou, daar hebben ze hem gemakkelijk kunnen zien. Maar ze hebben hem niet gezien. Kijken of die telefoon het doet. Ja, meneer Jochem. Hij doet het, meneer Jochem. Mooi. Steek dit bij je. Wat? 5 pond? Nee, ik wil geen geld van u. Steek bij je, verdomme. Ik betaal altijd voor wat ik krijg. Dan heb ik aan niemand verplichtingen. Wacht, commandant Newcomb. Kunt u ons een signalement van die jongeman geven? Nee, ik heb alleen gezien dat hij blond was, lichtblond, en dat hij een leren jack droeg. En de auto? Het was een grote donkere auto. Ik geloof in Jaguar. Het nummerbord heb ik helaas niet kunnen onderscheiden. En ook de aanvallers heb ik maar vaag gezien. Ik meende toch dat ik u moest bellen. Het heeft al 20 minuten geduurd voor ik een telefooncel vond. Uw aanwijzingen zijn niet zo duidelijk, meneer Andrews. Maar we danken u voor de moeite. We zullen de zaak ter hand nemen. William, telefoon. Hé, hé. Oh, ja. Hoofdinspecteur Davis. Met wachtcommandant Blackwell van de havenpolitie, meneer Davis. Neemt u me niet kwalijk dat ik u al zo vroeg uit uw bed bel, maar omdat er een oproep van uw bureau is uitgegaan, leek het me goed u te waarschuwen. Ja. Waar gaat het om? Yes,
70 lang. Ongeveer 20 jaar. Blond haar. Het stoffelijk overschot was gekleed in broek en overhemd. Beide erg vuil. Colbert, das en schoenen ontbreken. In de zakken zaten geen papieren of voorwerpen die voor identificatie konden dienen. Maar aan de binnenkant van de leren broekriem was met onuitwisbare inkt de naam Brockhaus geschreven. Brockhaus? Ja, daarom bel ik u. Het lijkt me goed dat een van u hier naartoe komt om bij de lijkschouwing aanwezig te zijn. Ja, ja, natuurlijk. Ik zal een van mijn mensen sturen. Dank voor uw telefoontje, wacht, commandant. Hebben ze hem te pakken? Het leek er zin. Ze hebben hem uit het water gehaald. Dood. Zelfmoord. Zit erin. Hij was misschien toch niet zo sterk als hij zelf dacht. Moet je erheen? Nou, eerlijk gezegd wil ik hem van een paar uur maffen, Miri. Ik zal Milton sturen. Het is ook eigenlijk zijn zaak. Met Davis, Arthur. Als je nog niet goed wakker bent, dan weet je het nou wel. Ze hebben in de haven die blonde knaap als lijk uit het water gevist. Oh ja? Dat wist ik niet. Ik ben gisteravond niet meer op het bureau geweest. Nou, ga dan maar heen voor de formaliteit. Maar pak je goed in, Arthur. Het is hartstikke koud. Waarschijnlijk geen zelfmoord, Mary. Er is gisteravond opgebeld. Iemand heeft gezien dat hij door twee mannen in een auto werd gesleept. Dan heeft Griffin hem dus te pakken gekregen. Misschien. Ja. Ik ga weer slapen. Ik heb morgen een drukke dag. Daar ligt hij, meneer Milton. Beneden op de steiger. Het is weer eens wat anders dan de gieter die we meestal opvissen. Komt niet vaak voor dat kerels van zijn leeftijd zichzelf om zee brengen. Moet hij hier blijven liggen op die natte plank? We mogen hem niet vervoeren voor de dokter gezegd heeft dat hij dood is. Lijkt me anders niet twijfelachtig. Zou hij er lang in gelegen hebben? Maar dat kan je nooit op de dag af met zekerheid zeggen. Zelfs pathologen kunnen dat niet. En toch denk ik dat je er niet zo heel lang in gelegen zal hebben. Hij is niet opgezwollen. Maar dat kan wel vertraagd zijn door de kou. Het is de laatste tijd nogal koud geweest. Hè? Ja, dat is zo. Het was hier bij het water tenminste verrekte koud. Nee, nee. Hij zal er niet lang in gelegen hebben. 3-4 dagen. Is belangrijk. Het zou ons kunnen helpen. Waar moet u hem voor hebben? Nu nergens meer voor. Oh, het is geen staatsgeheim. Hij zou een zaakje voor ons hebben kunnen ophelderen. Moord? Het opzettelijk toebrengen van lichamelijk letsel. Ze maken tegenwoordig verder wel ophef over een moord. Ja, de krant bedoel ik dan, hè? Ah, daar hebben we het pronkstuk van de medische wetenschap. Dag, dokter. Dag, heren. Dag, dokter. U schijnt het koud te hebben, dokter. Ja, nogal, ja. Ja, ik kom zo uit de warmte. Die is behoorlijk dood, zou ik zeggen. Geen problemen. Ik zal de overlijdensverklaring sturen. Nou, dan ga ik maar weer. Heb je zin in een kop thee, dokter? Nee, dank u, brigadier. Nee, liever niet. Ik moet meteen weer terug naar het ziekenhuis. Dag, heren. Ja, dokter, naar het ziekenhuis. Dat is een warme nest, zal u bedoelen. Wat gebeurt er nu? Oh, de mannen van de begrafenisonderneming brengen hem dadelijk naar het lijkenhuis. Daar is de anatoom-patholoog voor de schouwing. Waar gaat u naartoe? Ik zal bij de lijkschouwing moeten zijn. Gaat u dan eerst mee een kop thee drinken? Het is hier koud, maar dat is nog niks vergeleken met de kilt in het lijkhuis. Man, blanke, leeftijd misschien is 22, lengte 1,73, gewicht 133 pond. Hebt u de vingerafdrukken, meneer Milton? Ja, dat is in orde. Zet de bandrecorder dan maar in, dan kunnen we beginnen. Stak klaar. Derde en vierde rib gescheurd. Vijfde rib gebroken. Zware bloeduitstortingen in de onderhuidse lagen. Aanzienlijke kneuzingen aan het bovenste deel van de borst. Linker lies, insnijding van de huid, ongeveer een centimeter breed. Zeer diep. Kneuzing linker dij. Hoofd, zwaar gekneusd. Kleine indeuking, rechter slaap.
Zwelling linkerkaak met zware bloeduitstorting. Gebroken kaakbeen. 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 Voelt u zich niet goed, meneer Milton? Jawel. Oh, ik begrijp het. Als je zoiets niet gewend bent. De inhoud van de maag zal op mijn laboratorium geanalyseerd worden. En als dat gebeurd is, zal ik u mijn schriftelijke rapport doen toekomen. Juist, ja. Niet dat er veel twijfel over kan bestaan. Bijna alle verwondingen werden toegebracht voor de dood. Hij was volkomen bewusteloos toen hij in het water terecht kwam. Maar hij was nog niet dood. Dat blijkt duidelijk uit de hoeveelheid water in de longen. Hij zou in elk geval gestorven zijn. Hij zou vast niet van die verwondingen zijn hersteld. Alles bij elkaar genomen werd hij doodgeslagen. De man die het heeft gedaan moet gedacht hebben dat hij dood was. Was er ook iets dat op narcotica wees? Geen littekens van injecties. Maar iets dat via de mond werd ingenomen zou bij een onderzoek als dit niet gevonden kunnen worden. Misschien wel als we de inhoud van zijn maag ontleden. Maar dan is het nog moeilijk. Want stoffen als amfetamine worden zo snel in het bloed opgenomen dat er bijna geen sporen van gevonden worden. Hoe dan ook, narcotica zou er geen verschil hebben gemaakt. Deze man werd vakkundig afgeranseld. Werkelijk volkomen in elkaar geslagen. Was hij misdadiger? Ja. Dan hebben anderen in elk geval de berechting van u overgenomen. Jullie kunnen het deksel afsluiten. Je kunt je niet voorstellen, Henry, hoe je eruit zag toen hij daar op die steiger lag. Eén grote kluit bloed leek zijn gezicht. Ik dacht eerst nog dat hij tegen een pijler van de brug geslagen was toen ze hem in het water hadden gegooid. Tja, de jongens van Griffin doen hun werk doorgaans grondig. Nou, drink maar eens uit. Toen ik in het lijkenhuisje stond, moest ik aldoor denken aan die grootvader. Brave oude man. Creatief mens die zijn hele leven in harmonie met het ritme van de aarde heeft geleefd. Nou heeft hij niemand meer. Zijn geslacht is uitgestorven. Ik kan alleen nog maar in een leegte kijken. Je bent te sentimenteel voor een politieman, Arthur. Wel geteld 3 maanden en 17 dagen heb je achter die vent aangezeten. Dan kun je het dossier sluiten. Je moest tevreden zijn. Wat is toch de reden dat we slecht leven? Waarom zijn we allemaal vernietigers? De jongen had de hulp van een psychiater nodig. Misschien meer dan de straf van een rechter. Ik heb jou wel eens anders horen spreken. Je wou zelfs je baantje opgeven. We denken allemaal vaak veel te subjectief. Vermoedde jij wat er zou gebeuren toen je Pinkie inschakelde? Vermoeden? Ja, ik weet het niet. Aan een behoorlijke afstraffing dacht ik natuurlijk wel. In het station van de ondergronds heb ik een krant gekocht. Hier, dit zal je interesseren. Opening van een luxueus casino-restaurant in Berkeley Square. Waar de heer Howard Griffin, bekend nachtclub-eigenaar in West End, vele beroemdheden verwelkomde aan een souper. Waar de champagne rijkelijk vloeide. De foto Griffin tussen de mooie vrouwen die in aanbidding naar hem opkijken. Als je hem zo ziet, dan zou je zeggen dat hij onkwetsbaar is. Met al zijn geld en zijn hoge relaties. Maar die krijgt ook zijn verdiende loon nog wel eens, Arthur. Ik betwijfel het. Geloof me, daar ontkomt niemand aan. Zijn verdiende loon krijgt hij. Op welke manier dan ook. Er is tenslotte onze enige troost. U hebt geluisterd naar het 4e en laatste deel van Met voer bedachte raden, een politioneerhoorspel naar het boek van Lawrence Henderson. De bewerking was van Rob Gerards. De rolverdeling: wachtcommandant Newcomb, Bert van der Linden, brigadier Milton, Huib Orizant, inspecteur Davis, Rob Gerards, Sally Carter, V.C. Arone, agent Spencer, Frans Vaassen, mevrouw Milton, Dogi Rugani, professor Grimaldi, Paul Deen, regisseur Wilson, Jan Werther, grootvader Mitchell, Nol Stovransky, Pinkie Price, Jos van Turenhout, mevrouw Davies, Nel Snel, Tom Brockhaus, Dick Top,
de officier van justitie, Frans Somers. Andrews, Jan Werther, in een dubbelrol. Blackwell, Tony Folletta. Anatoom-patholoog Willy Ruys. En een dokter, Frans Kokshoren. De regie had Dick van Putten.